Er is één ding waar de mens beslist niet goed in is. Dat is het onderkennen van keerpunten in de geschiedenis. Zo kwam de Tweede Wereldoorlog voor de meeste Europeanen als een totale verrassing. Ook nu hebben we, gebiologeerd door onze dagelijkse bezonjes en de technische revoluties van onze tijd, niet door dat een periode van 500 jaar geschiedenis ten einde is. De Amerikaanse professor Paul Kennedy van de Yale Universiteit schreef daar een boek over. Als je eerlijk bent, kun je niet anders dan hem gelijk geven. Zo zag bijvoorbeeld niemand dat de door Noach aangekondigde zondvloed een keerpunt in de geschiedenis zou worden. En wie herkende het keerpunt in de geboorte van Jezus, behalve iemand als de oude, vrome Simeon in de tempel? En zal ook de in de Bijbel voorzegde eindtijd de meeste mensen niet rauw overvallen? Professor Kennedy noemt vier signalen die op een nieuwe wereldwijde verandering wijzen. Eén daarvan is de huidige enorme wapenwedloop in Oost- en Zuid-Azië. Vergeleken daarbij zijn de Europese legers een soort lokale politie geworden. Of we nu al bij het keerpunt naar de in de Bijbel beschreven eindtijd zijn, kan ik niet met stelligheid zeggen. Maar ik houd er wel rekening mee. Want voor het eerst in de geschiedenis is het namelijk voorstelbaar geworden dat het in Openbaring 9 genoemde leger van 200 miljoen man daadwerkelijk optrekt naar het Midden-Oosten.